In de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag de ondertekening plaatsgehad van de uitvoeringsovereenkomst inzake het ziekenhuis Wanica. Er werd door de Chinese aannemers een presentatie gegeven over de bouwwerkzaamheden en de inrichting van het ziekenhuis. Het ziekenhuis zal behalve een spoedeisende hulp ook een laboratorium en een mortuarium hebben. De Chinese ambassadeur in ons land, Zhang Yinxiong, gaf aan dat dit weer een vruchtbaar resultaat is van de goede relatie tussen de twee landen. Of this project started 10 years ago. After several consultations, the government of our two countries exchanged notes on this project in 2011. And during the first meeting between the President Xi Jinping and the President Paul Desse, a full support was given to the construction of Wanica Hospital. In the past 4 years, in connection with this project, the Chinese technical teams came to Suriname 5 times. They had very deep discussions with their Suriname counterpart, headed by Mr. Hensaka. De ambassadeur is ervan overtuigd dat er over 2 jaar een prachtig en functioneel ziekenhuis staat in het district Wanica. De beleidsmedewerker van de president, Winston Lakin, gaf aan dat deze ondertekening een uitvloeisel is van 40 jaren samenwerking tussen beide landen. Het gaat in deze niet om een gebouw, maar om de volksgezondheid, zegt hij. And you know that in the policy of this government, since we have decided that the most important human resource that we have to invest is our important natural resource, human capital. And investing in health and in education, we will have the guarantee that the Surinamese people will be in a better condition to move on and look at the challenges that we are facing now in our social, economical development. So this is once again that we can experience the presence of a superpower, a big nation, but largeness is not only a fact. Suriname is a small country, China is like a continent, but the experience that we have of the last 40 years is that we can deal like equal partners with respect to each other. This project was initiated a couple of years ago when both the government of Suriname and the People's Republic of China agreed to establish a modern medical center in the district of Wanica. The negotiations resulted in an execution modus in which Suriname is responsible to build the part consisting of family hotel and the civil technical works and utilities network. The Chinese part includes an outpatient medical treatment department, medical intervention, a pharmacy, nursery wards, a mortuary, and a service department. This part is a grant towards Suriname and will be tendered in China according to the local procurement rules after today. Minister Sigrid Wolf van Openbare Werken en daarvoor beleidsmedewerker Winston Lakin. Volgens minister Wolf zal de Chinese regering binnen 6 maanden een contractor aanwijzen die het Chinese deel van de werkzaamheden zal uitvoeren.